Good morning! Het is woensdag, het is weer tijd voor een nieuwe podcast en vanavond gaan we nog één keer dit jaar de deuren open van Love Attraction Mastery. De online training, ja, ik durf oprecht te zeggen de beste online training van Nederland op het gebied van het echt op een diep level leren masteren van de Love Attraction. En wat ik weet dat deze training uniek maakt, want dan hoor ik van ontzettend veel deelnemers terug, is dat ik het heel erg tastbaar, heel erg praktisch heb gemaakt en heel nuchter breng. Waardoor je het ook meteen voor jezelf kunt toepassen. Met heel veel voorbeelden zitten erin. En ik zelf vind Abraham Hicks de allerbeste teacher die er is. Maar ik hoor van mijn klanten heel vaak dat ze juist vinden dat ik het zo fijn en praktisch uitleg. Waardoor ze het van Abraham Hicks niet snappen. En dus ook niet kunnen masteren, niet zelf kunnen toepassen. En dat het met mijn training wel lukt. Ik vind dat een enorm compliment. Ik wil hem ook aannemen. Het klopt. Love Attraction Mastery is echt by far de beste training die ik ooit heb gemaakt. Dus ik sta er ook helemaal achter. Ik ben er ook super positief over. Maar hoe fijn is het als je dat van ontzettend veel mensen terugkijkt. De resultaten zijn bizar. Die zie je ook terug op de website. Op de pagina waarop je kan aanmelden. Er staan allemaal screenshots van mensen die de dikste resultaten halen op het gebied van geld. Eén iemand stuurde me een berichtje en die zei van na de eerste maand had ik al €1100 gemanifesteerd extra. Gebied van klanten aantrekken. Op het gebied van succesvolle lanceringen. Op het gebied van een aantal dames wilden namelijk al heel lang zwanger worden en zijn na Love Attraction Mastery zwanger geworden. Ja, ik weet het niet, maar ik kan nu uit ervaring vertellen hoe bijzonder dat is. En ik vind het zo heerlijk als ik die berichtjes krijg. Echt, liefdes, partners worden aangetrokken. Een droombaan. Letterlijk alles. Je gezondheid verbeteren. Eindelijk het gewicht bereiken wat je zo graag wil. Als jij de Love Attraction leert masteren en echt op een diep level leert toepassen, het echt leert voelen, want wat je leert in deze training is stap 3 masteren van het Love Attraction proces. En dat is echt in die ontvangmodus komen. Dat is waar de meeste mensen struikelen en dat is waar de grootste doorbraken gaan plaatsvinden op het moment dat je dat echt mastert. Als je het op één gebied kan, kun je op alle vlakken. En dat is wat ik je ga leren. Het is dus niet specifiek, want die vraag krijg je heel vaak, is die specifiek voor ondernemers, die training? Nee, dat is die niet. Maar ik werk wel het liefst met ondernemers. En dat gaat hem niet om ondernemers, omdat ze ondernemer zijn, maar om de mentaliteit die ondernemers over het algemeen hebben. En dat wil niet zeggen dat niet-ondernemers die mentaliteit niet hebben, absoluut niet, maar het is wel dat ondernemers weten, ik moet in mezelf investeren, ik wil in mezelf investeren. Die zijn vaak veel meer met persoonlijke ontwikkeling bezig. Die willen het beste uit zichzelf halen, willen hun volle potentieel benutten. En dat zijn echt de mensen waar ik mee wil werken en die ook echt de grootste resultaten uit Love Attraction Mastery gaan halen. En dat stukje, echt het willen ownen, eigen verantwoordelijkheid nemen, all in willen gaan. Als je die voelt, en ook al ben je geen ondernemer, go for it. En dan wil ik je nu, je hebt nu op dit moment, woensdag, de laatste mogelijkheid om je in te schrijven voor de wachtlijst. Want degenen die op de wachtlijst staan, krijgen namelijk, ik ga hem sowieso voor een hele mooie prijs aanbieden, maar degenen die op de wachtlijst staan, krijgen als enige 24 uur een head start. En dat betekent dat je je als eerste kunt aanmelden en dat je nog eens €100 extra korting krijgt. Ik weet het niet, maar aantrekkelijker kan ik het niet maken. Dit doe ik dus echt bewust voor mensen die meteen volle bak ja zeggen, die all in willen gaan. Die gewoon zeggen van dit is wat ik wil, dit is wat ik nodig heb en I'm in. Dus ik ga je belonen met een dikke vette korting. Daarnaast is dit ook de laatste lancering waarbij je dus 4 maanden gratis coaching van mij erbij krijgt in de besloten Facebook community. Jongens, dit is echt fantastisch. Die live Q&A's wekelijks, die worden als zo waardevol ervaren. En je hoeft niet eens een vraag te stellen. Alleen al erbij zijn of terugkijken kan ook, hè. Erbij zijn, terugkijken en je krijgt zo'n enorme doorbraken van de vragen van anderen. Want het kun je altijd op jezelf toepassen. Dus eerst was het, ik geef om de 2 weken, dus 2 keer per maand een Q&A vanaf
corona ben ik daarmee begonnen om dat wekelijks te doen. En dat wordt zo enorm gewaardeerd. Ik merk dat ik het ontzettend leuk vind om dit wekelijks te doen. Dus we hebben dit gewoon doorgezet. Dat betekent dus dat je 4 maanden gratis coaching erbij krijgt. Je moet al je vragen stellen. Daarnaast kun je omringen met like-minded people. En ook dit is zo waardevol. Want heel vaak merk je, hè, zeker als het om dit onderwerp gaat, de love attraction, dat vrienden, familie, dat je heel weinig mensen hebt die met jou levelen, waarmee je hierover kunt praten, die je steunen, waarmee je kunt sparren. En dat ga je echt vinden in deze groep. Het is zo'n bijzondere groep die echt elke dag actief is. Elke dag kun jij een vraag stellen, je kan ergens op reageren, er wordt inspiratie gedeeld. We steunen elkaar. Op vrijdag vieren we samen successen wat je hebt gemanifesteerd deze week. Het is echt, ik heb heel veel groepen mogen leiden, maar dit is echt by far de meest bijzondere en voor mij ook de allerleukste. Omdat Love Attraction people mijn people zijn. En nou ja, ik voel me vereerd dat ik deze groep mag leiden. Dus, laatste kans vandaag. Zorg dat je je ass on die wachtlijst krijgt. Want je krijgt zo'n mooie aanbieding. Dit wil je echt niet laten lopen, trust me. Dus, wil je als eerste alle informatie ontvangen op woensdagavond? De bedoeling is dat om 7 uur vanavond de deuren open gaan. En die blijven open met die dikke korting tot en met donderdagavond 7 uur. Dan krijg je 100 euro extra korting. Na donderdagavond vervalt die. Dan is het nog steeds een dikke vette aanbieding. En zeg ik zeker, zeg nog steeds ja. Maar als je toch weet, ik wil dit, dan ontvang jij van mij als eerste informatie. En heb je dus 24 uur de tijd om je aan te melden voordat de pagina live gaat voor de rest die niet op de wachtlijst staat. Dus maak hier gebruik van. Get your ass on the waiting list als je dat nog niet gedaan hebt. En jongens, dan gaan we de komende 4 maanden samenwerken. Oh man, ik heb er zoveel zin in om ook weer met een nieuwe groep, met nieuwe energie te starten. Dit wordt knallen de rest van het jaar. Let's do this. Alright, dan naar aanleiding van een post die ik heb geschreven een aantal dagen geleden, wil ik een podcast opnemen. Want daar werd zo enorm massaal op gereageerd dat ik hier nog dieper op in wil gaan op mijn podcast. En dat ging namelijk over: ben een leider, geen redder. En die post heb ik geschreven naar aanleiding van een video die ik zag van Sean Stevenson. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Sean Stevenson is iemand die, waarvan voorspeld was dat hij, als hij nieste, brak hij al zijn botten aan, waarvan voorspeld was dat hij niet lang zou leven. En als ik het goed heb, is hij op dit moment niet meer onder ons. Deze video is van een paar jaar geleden, dat weet ik niet met 100% zeker. Maar bij mijn weten is hij gestorven een tijdje terug. Hij heeft een ontzettend lang leven geleid. En hij heeft zijn aandoening voor zich laten werken. En hij sprak op een event van Russell Brunson. Daar heb ik al vaker wat over gedeeld. Iemand die ik als ondernemer heel inspirerend vind. En Sean Stevenson kreeg de vraag van het publiek tijdens zijn talk. Hoe ga je om met mensen die geen resultaat behalen naar aanleiding van jouw coaching? Hoe ga je daarmee om? Wat vind je daarvan? En toen gaf hij een enorme, echt een enorme inspirerende talk over leiderschap. Ik ben een leider en geen redder. En als voorbeeld noemde hij: weet jij hoe een helikopter mensen redt die een schip wat gezonken is? En dan liggen allemaal overlevenden liggen in de zee. En de helikopter kan maar een paar mensen redden. Hij kan ze sowieso niet allemaal redden. Hoe maakt de bemanning van die helikopter de selectie wie die gaat redden, wie ze gaan redden? En toen zei hij: they only save those who swim towards us. We can only save those who swim towards us. En dat was een metafoor voor ondernemerschap. En wat hij daarmee wilde zeggen is: je kunt niet iedereen helpen. Wil ook niet iedereen helpen, want het wordt je eigen ondergang. Heel veel ondernemers willen iedereen helpen, denken dat ze iedereen kunnen helpen en willen een redder zijn. En wat ze dan doen is ze trekken aan klanten
Ze bellen na, ze mailen na als iemand interesse heeft getoond. En ik zeg niet dat daar iets mis mee is. Maar heel vaak trek je dan aan klanten en wordt dit ook door mensen ervaren als een wanhoop staat. En dit is, ik vind dat persoonlijk ook, ik doe dit nooit. Ik heb dit in het begin van mijn ondernemerscarrière mogen leren. Ik doe dit ook nooit. Trek niet aan mensen, want dat is onaantrekkelijk. Ben een leider. Help die mensen die naar jou toezwemmen. Wil niet iedereen helpen, want het wordt je eigen ondergang. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. Als je iedereen wil helpen, help je uiteindelijk niemand. Wil je weten waarom je nog niet succesvol bent? Dat is omdat je te veel mensen wil helpen. Je denkt dat je iedereen kan helpen. Je bent ook niet specifiek. Je kiest geen doelgroep. En daardoor kiest niemand jou. Als ik een lancering doe vanavond van Love Attraction Mastery. En iemand gaat miepen over geld. Of iemand gaat mij 100 vragen stellen. Ik zeg niet dat je mij geen vragen mag stellen. Hè? Maar iemand die precies alle details wil weten. En wil weten hoeveel uur videomateriaal die precies krijgt. Dat zijn mensen waar ik niet mee wil werken. En waarom niet? Die nemen geen eigen verantwoordelijkheid. Die willen uitrekenen hoeveel uur materiaal krijg ik. En het is trouwens ontzettend veel. Mocht je het willen weten. Maar die willen uitrekenen, vind ik dat het geld waard? Nou, die mentaliteit is... Sorry als ik je nu aanspreek, maar denk hier eens over na. Ik wil mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. Die ook een leider willen zijn, die impact willen maken, die hun leven willen veranderen. En die weten dat ze het zelf moeten doen. Die mensen gaan naar mij toezwemmen. Die voelen aan alles. Ik luister de podcast van Kim. Ik weet hoe waardevol dit is. Als ik dit al leer in de podcast. Als ik deze doorbraak al heb in de podcast. Wat kan ik dan wel niet leren als ik een training van haar volg? En ja, die doorbraken zijn nog veel en veel en veel groter. En met die mensen wil ik werken. En die gaan vanavond en de komende paar dagen gaan die naar mij toezwemmen. En als iemand superveel vragen stelt. Ik help absoluut. Maar ik ga aan niemand trekken, ik ga niemand smeken om deel te nemen. Als je het niet wil, is het prima. It's your loss. En dat is echt oprecht prima. En zo adviseer ik elke ondernemer om in een lancering te staan of überhaupt als je iets aanbiedt. Ga niet mensen nabellen, ga niet aan mensen trekken. Ga niet 100.000 vragen beantwoorden. Dat is geen leiderschap, dat is redderschap. Die mensen willen toch nooit van je kopen. Die willen altijd het onderste uit de kan. Dat zijn mensen die nooit succesvol gaan worden. Want zij nemen dat persoonlijk leiderschap niet. Zij zijn geen leiders. Ze zijn geen leiders van hun eigen leven. En met zo'n mensen wil je niet werken. En waarom niet? Omdat zij nooit resultaat gaan behalen. En niets is zo vervullend dan dat je klanten resultaat behalen. Ik word het meest blij van de successen van mijn klanten. Als iemand mij een bericht stuurt. Oh Kim, ik heb een lancering gedaan. Ik heb 15.000 euro omzet. Oh, ik heb 1100 euro extra na de eerste maand. Oh Kim, ik ben zwanger. Ik ben zo blij. Ik ben zwanger. Wat denk je dat het met mij doet? Dat is echt fantastisch. En ik ben sinds de geboorte van Julian wat dat betreft nog gevoeliger geworden. Nog weker. En dat bedoel ik positief. Maar ik vind dat fantastisch als ik die berichten krijg. En dat wil je van je klanten. En dat kan je alleen maar bereiken op het moment dat jij gaat werken. En daadwerkelijk gaat kiezen voor mensen die naar jou toe gaan zwemmen. Die mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. Die wil jij. En het is aan jou. Jij bepaalt. Jij kan die personen gaan aantrekken als jij een leider gaat zijn. En een leider kiest mensen. Een leider weet tegen wie die spreekt. En een leider trekt niet. Een leider leidt en weet dat de juiste personen geleid willen worden, zich laten leiden en vervolgens ook een leider worden. Ben een leider, geen redder. En dit geldt voor zoveel ondernemers. Als je wil weten waarom je nog niet succesvol bent, kies dan eens heel specifiek wie je wilt helpen en ga een leider zijn. Show up. Doe dat wat nodig is om een leider te zijn. Kijk naar mensen wie jij een leider vindt. Wat doen die?
Ik heb heel veel ondernemers ook gecoacht. Ja, Kim, hoe ga je dan om met mensen die allemaal gratis waarde willen? Die help ik een paar keer. En op het moment dat ik merk, ja, weet je, jij wil gewoon 100.000 vragen stellen en jij wordt toch nooit klant, dan is het jammer. Dan geef ik alle gratis waarde in de podcast en die mag je zeker luisteren. Maar je komt met een podcast luisteren tot een bepaald level. En wil je verder, dan zul je moeten investeren in jezelf. Want alleen al de investering in jezelf doen, doet al iets met jou. En alleen door die keuze te maken, word jij al een ander persoon en word jij al succesvoller. Ga je automatisch al stappen zetten richting je doel. Those who pay, pay attention. En dat is echt, echt voor mij een waarheid. En die heb ik ontzettend vaak mogen ervaren. Ga echt, ik wil je dit zo enorm adviseren. Ik wil je dit zo op het hart drukken. Ga een leider zijn. En denk aan dat voorbeeld van mensen die liggen te verdrinken. Een boot die zinkt. Een helikopter kan maar een paar mensen redden. Wie kies je? Those who swim towards us. En dat betekent voor jou ook die personen die naar jou toe zwemmen. Die personen nemen eigen verantwoordelijkheid voor hun resultaat. En dat is wat jij wil. En jij kan dat creëren. Laat dit alsjeblieft een eye-opener zijn. En ga eens onderzoeken, hoe doe ik dat? Wil ik te graag? Wil ik iedereen helpen? En wil ik mensen te graag als klant? Onthoud dit echt, want dit is ontzettend onaantrekkelijk. Met daten precies hetzelfde. De persoon die te graag wil, is ontzettend onaantrekkelijk, gaat hem niet worden. En in sales en in marketing is dat exact hetzelfde. Mensen kiezen jou als jij een leider gaat zijn. Minder hard trekken zorgt voor veel meer resultaat. Laat me weten of dit een dikke vette aha voor jou is. Want ik weet hoe dit echt, want ik heb dit zo vaak meegemaakt bij ondernemers die ik heb mogen coachen. Weet dat dit echt een game changer kan zijn voor je business. En dan ben je nog steeds ontzettend authentiek. Maar je gaat alleen maar werken met mensen die oprecht geholpen willen worden en die niet het resultaat, hun succes in jouw handen leggen. Ik wil met jou werken als jij weet dat jij verantwoordelijk bent voor jouw resultaat. En dan zorg ik ervoor dat ik de beste coach ben die ik maar kan zijn. Dat ik de beste training ontwikkel die ik maar kan ontwikkelen. Maar jij moet het doen. En ik help je zoveel als ik kan. En je mag me vragen stellen. En ik begeleid je. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw resultaat. En als je dit hoort en je bent zelf ondernemer, weet ik zeker dat jij ook met dat soort mensen wil werken. En die ga je aantrekken. Maar dan moet jij dit gaan uitzenden. En ook ontzettend duidelijk worden in je communicatie. Hoe duidelijker en hoe meer jij kiest, hoe meer jij als een leider gaat verschijnen, hoe meer mensen jou gaan volgen. Hoe meer jij een tribe van like-minded people om je heen creëert. Wil je weten hoe je op Instagram meer volgers krijgt? Ook op deze manier. Door een leider te zijn en geen redder. Dit gaat een complete gamechanger zijn voor je business. Laat deze eens bezinken en ga hier eens mee aan de slag. En hoe precies? Dan zoek iemand die je kan modelen. Als je niet precies weet hoe je dit moet doen, dan kijk eens naar wie jij een leider vindt. En ga eens kijken hoe zij verschijnen. Het modelleren van iemand die al mastert wat jij wil masteren is super effectief. Alright, dit is wat ik met je wilde delen. Dieper ingaan op die post van een paar dagen geleden. Afgelopen zondag heb ik die geplaatst. Ik stond echt met open mond te kijken naar de hoeveelheid reacties die ik kreeg. Zowel in DM als onder de post. Dus toen voelde ik al, oké, dit is echt iets waar ik dieper op in moet gaan. Ik ben een leider, geen redder. En verander je complete business. Wil je meer klanten? Moet je dit gaan doen. Oké, ik ben nu bijna thuis, jongens. Ik laat het hierbij. As we speak, as always,
Hè? Nu, vooral. Laatste moment, laatste dag. Zorg dat je je inschrijft voor die wachtlijst. En ik zou het super tof vinden om de komende 4 maanden met jou te gaan werken. Als jij naar mij toe komt zwemmen. Ik ga je niet uit het water vissen op het moment dat jij geen stap naar mij zet. En dat is niet arrogant. Dat is heel duidelijk weten tegen wie ik spreek. En wie succes gaat behalen. En met wie het dus een win-win situatie gaat zijn. If you're ready, dan weet je mij te vinden. En ik zou het ontzettend tof vinden om dit met jou samen te gaan doen. Ik zie je vanavond, morgen. Niet te lang wachten, want je laat een hele mooie kans lopen. Oké, jongens, ik rij een tunnel in. We laten het hierbij. Ik zie je vanavond. Meld je aan en bring it on. Doei doei!